Jij hebt het intro. Nee, jij begint en dan kom ik erbij. Oké. Okay. Vandaag vanuit Roffa zijn we bij het museum. Het Wereldmuseum, want echt Wereldmuseum. Dat is best wel saai eigenlijk. Waarom ben je nou zo dol enthousiast? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Eén tip. Het is om te huilen. En des duivels. Oeh. En in mei leggen alle vogels een ei. Huh? Oh ja. Deze wat kut zeg. Dante dus, Devil May Cry. Het is een echte zwaardvechter. En wie dat vroeger ook deden, zijn de samurai. En daarom zijn we nu in het Wereldmuseum in Rotterdam. En daar hebben ze een samurai tentoonstelling. En daar gaan we even naar kijken. En dat niet alleen. Vandaag gaan we de game niet spelen. Nee, we gaan helemaal niks doen met de game. Er hangt misschien een poster, dat is dan alles. Maar vandaag is er dus een gast, die is Swordmaster. Nou, die is heel goed met de zwaard, zeg maar. Allemaal trucjes. Maar hij is ook geschoold in echte Japanse vechtkunst, tradities, hoe je eervol moet groeten. En dat gaan we vandaag een beetje leren. Een beetje de achtergrond achter het zwaardvechten, de Japanse tradities. Met zwaarden, hoe moet je hem houden, wat je basishouding. Weet je trouwens hoe het heet als je een samurai bent die zich voelt als een vis in het water? Een zwaardvis. Maar we hebben wel interessante dingen geleerd, want jij hebt geleerd hoe jij je buikspieren moet gebruiken een keer in je leven. Behalve om vrouwen te scoren, nu om je vloeiend en sterk voort te bewegen. Ja, ja, je moest eigenlijk leren om je heup vast te zetten, waardoor je onverzettelijk wordt. En het komt eigenlijk allemaal neer tussen de buikspieren, tussen je navel en je lul. Dat moet je niet doen als je moet pissen, kan ik je vertellen. Ik heb nu een natte vlek in mijn mond. Ik stond echt de hele tijd zo van, oké, als ik nu nog meer spanning op mijn buikspieren ga zetten, dan ga ik gewoon een dikke harde scheet laten. En dat is gewoon niet prettig. Nee, we moesten een soort van oefening doen, dan tegenover elkaar zo zwaar tussen. En dan moest je drukken en dan moest je zo recht mogelijk blijven staan. Ja, en kracht, ja, dat is eigenlijk de manier. Voor heel veel vechtsporten, je moet recht staan, alles moet vanuit je buik komen. De houding is natuurlijk heel erg belangrijk. Alles kan niet uit je armen komen. Dat zijn een beetje de dingen die die gast ons heeft verteld. David heette die, een vrij lullige naam voor een zwaardkunstenaar. Ik weet alles van zwaarden en ik ben fucking awesome. En ik heet David. Ja, een samurai tentoonstelling. Je kunt wel zeggen dat we samurai-les hebben gehad. En toen zijn we naar de tentoonstelling gegaan. Daar hebben we toch nog wat geleerd over de samurais, de gevechtsuitrustingen die zij hadden. Ja, en dat was best wel awesome. Ze hebben best wel veel van die dingen. Wat ik me dan afvraag, en dat durf ik dan eigenlijk niet te vragen aan die mensen, van wat kost dat nou eigenlijk als je zo'n zwaard laat maken, weet je? Het is allemaal helemaal mooi en scherp. Het schijnen dus de sterkste zwaarden ooit te zijn. Dat is het zacht metaal van binnen. Zodat het toch net als een soort van Snickers of zo. Is nu het moment aangebroken. Het is een heel speciaal moment. Ik kan er geen lachen over. Momenten. We zijn in een museum en wat doe je doorgaans in een museum? Dan houd je je bek. En je kijkt naar oude shit. En dat gaan we nu doen. Maar dan mogen jullie niet bij zijn. Want dit is top secret. Dat voelde je helemaal goed aan. Ja, we zijn een soort van tweeën eigenlijk. Ja, kom. We gaan daar naartoe. Ja. Dag. Love me never would go. Oh,
Wist je dat de snorren van samurai pakken, dat het van jakhaar is gemaakt? En dat het geïmporteerd werd en dus heel duur was? En dat het een soort van statussymbool was. Dus elke snor, als die geïmporteerd is... Dus als je moeder een snor heeft, is het helemaal niet erg. Devil May Cry. Een game met zware pistolen en een gast die een net half als... demonen. Half demonen? Dante is een half demon. Het is een kruising tussen een demon en een mens. Ik dacht dat het een man was. Je beweert dat Dante een vrouw is. Nee? Waarom is dan een half demon? Hoezo? Kunnen een half demon alleen maar vrouwen zijn? Je bent echt kwijt nu, gast. Ja, dan hebben we toch iets verteld over die game. Nou, laten we afsluiten met een mooi stukje van Tom Cruise. Just take those old records off the shelf. Huh? The Last Samurai. Oh, ja. Best wel leuk. beetje boring wel. Ik snap ook niet waarom. Weet je, Maarten stuurt ons altijd op dit soort tripjes alsof hij van ons af wil zijn. Maar volgens mij stuurt hij ons ook gewoon vage shit waarvan hij denkt van ja, misschien wordt het nog een beetje onzin gepraat.